Er is geen total lockdown op komst als gevolg van de enorme drukte bij de Hermitage Mall afgelopen zaterdag. Maar we moeten ons als gemeenschap wel heel druk maken om de COVID-19 vaccinatiegraad in het land. Zo klinkt de reactie van gezondheidsminister Amar Ramadan op het gebeuren van het afgelopen weekend. We moeten ons zorgen maken, niet alleen over Delta variant, maar ook over alles wat met COVID te maken heeft. We moeten ons druk maken over onze nog lage vaccinatiegraad. Daarover zou ik me druk maken. Ik zou me niet nog druk maken over specifiek Delta. Delta is gekomen in Suriname. We hebben het geconstateerd op basis van de reisgeschiedenis. We hebben daar contact tracing op losgelaten. Het lijkt een contained case te zijn. Dus op zich lijkt het geen verdere besmettingen veroorzaakt te hebben. Omdat ook een kind van 7 jaar is die niet uit huis gaat. Dus is meer indoor geweest. En verder is ook niemand ziek geworden. Maar ik zou me liever toch benadrukken op. Ik zou liever de nadruk willen leggen op de vaccinatiegraad in Suriname, die nog aan de lage zijde is. Ramadan zegt verder dat het hem hindert dat er steeds gesmeten wordt met beschuldigingen in de richting van de regering, als zou die zigzagbeleid voeren en de samenleving verwarren met steeds meer maatregelen. De bewindsman zegt dat de autoriteiten werken met indicatoren en feiten om te komen tot besluitvorming. We kregen opmerkingen, ook vooral van parlementariërs, die geven aan dat we ad hoc zigzagbeleid en zo voeren. Ik wil eigenlijk niet eens een reactie geven daarop. Maar wat mij wel stoort is dat wij steeds weer besproken worden, beklad worden van ad hoc en zigzagbeleid. Dit zou een zigzagmaatregel zijn of een zigzaginterventie zijn om nu op basis van één activiteit die daar bij de Molly plaatsgevonden een lockdown te gaan aankondigen. Ramadan zegt dat in geval het blijkt dat er een enorme stijging is in het aantal COVID-19 besmettingen, er wel gepaste maatregelen zullen volgen. Dit is een zeer logische handeling van de autoriteiten. Het vaststellen van maatregelen bij alarmerende situaties moet volgens Ramadan geen reden zijn voor de samenleving om zich te ergeren. De minister benadrukt dat de regels bedoeld zijn om levens te redden.